Welkom in het Imaginair Museum. Dit museum bestaat alleen in jouw hoofd. Wat is de titel? De Vogel. Wie is de kunstenaar? Thierry de Cordier. Wanneer is het gemaakt? 1988 tot 1989. Van welke materialen is het gemaakt? Spek, smeedijzer, urine, pleister, leer, bloem, vacht, beton, hout, koper, steen, olieverf, textiel en metaaldraad. Ergens te velde, tussen de schuur en de koeienwei, ligt de moestuin waar de groenten groeien. En hier, bij de worteltjes, courgettes en de jonge sla, staat een eenzame figuur. Het lijkt wel een vogelverschrikker. Ja, ga ook maar eens staan en strek je armen. Zo. Staat iedereen? Ah, kijk, er komt een. Weg! Oh, kak. Ja. Deze manshoge figuur is bedekt met zwarte lappen. En met zijn wortelvoeten is hij vergroeid met de grond. Zijn puntige snavel is een omgekeerde metalen megafoon. Deze vogel spreekt niet naar buiten, maar naar binnen. Waarom? Hoor je ook van alles? Gemurmel. Stemmen. Waarom? Hoe laat is het? Heb je zo'n rare naam? Heb jij je huiswerk al gemaakt? Waarom zijn de bananen komen? De vogel staat heel stil. Zijn linkerarm bungelt los naast zijn zij en met zijn rechterarm ondersteunt hij een plank die met gekruiste leren riemen voor zijn borst hangt. Er staat een tekst op in sierlijke letters. Je n'ai absolument rien à voir avec le 20e siècle. Met de 20e eeuw heb ik niets te maken. De vogel voelt zich niet thuis in de tijd waarin hij leeft. En telkens als de vogel reist, komt de man die hem gemaakt heeft op bezoek. Hij verandert iets aan de vogel. Hij voegt iets toe of hij neemt iets weg en hij geeft hem een nieuwe naam. Vroeger heette hij de bewaker van de groentetuin en nu heet hij de vogel. Om zich toch aan de veranderende tijd aan te passen, moet hij telkens zelf een beetje veranderen. Zou hij daarom steeds een nieuwe naam krijgen? Stel je voor dat je bij elke verjaardag een nieuwe naam zou mogen kiezen. Welke naam zou jij kiezen? Denk er maar eens even over na. Oké, en dan mag je nu je nieuwe naam zeggen. 3, 2, 1... Shakira. Marwan Fellaini. Beyoncé. Kevin De Bruyne.